heel belangrijk dat we met de mensen die hier in de stad wonen, die hier werken, in gesprek gaan over ja, hoe zien ze Delft en hoe zien ze ook Delft in de toekomst. En daar een gesprek met elkaar over hebben. Nou, we hebben heel veel plekken waar we dingen laten zien aan de stad, maar waar ook onze partners laten zien wat voor een stad Delft is en kan worden. Dus het is heel belangrijk dat de mensen daar vooral gaan rondlopen, met elkaar in gesprek gaan en ja, informeren en inspireren. Dat is wel het thema voor vandaag. Ja, het is een prachtig mooie dag en heel interessant om het allemaal te zien. Ja, bijvoorbeeld het systeem over die huurauto. Het lenen van een auto en die delen met meerdere personen, dat vond ik wel een heel interessant onderwerp. Compliment voor alle medewerkers die zich vandaag inzetten om veel informatie te geven over wat er eigenlijk allemaal in ontplooiing is, wat de kansen op willen. Dit station gaat in 2024 het eerste energie-neutrale station van Nederland zijn. Ik hoop dat het een plek is waar mensen heel graag moeten blijven. Dat het niet alleen iets is waar je voorbij gaat, maar dat het ook prettig is om hier te zijn. Eigenlijk wat we vandaag al een beetje bereiken, want overal is het gezellig en dat brengt sfeer met zich mee.